VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. Jarig VVV hard onderuit tegen Willem II. Een vooruitblik op de wedstrijd tegen AZ. Maar nu eerst de beloofde beelden van VVV Feyenoord. Dekker. Nou, hij is er weer eens langs. Nu de voorzet dan. Dekker. Oh, El Amadi. Bijna een eigen doel. Ja, als de voorzetten van Dekker niet aankomen bij iemand van VVV, dan kan het ook op deze manier natuurlijk. El Amadi. El Amadi. Oenestal met pijn en moeite. Weer claimt Feyenoord de penalty. Nu Tapia. Corner. Wordt weer een variant. Nu inderdaad Seuntje voor, maar oh, dat is niet geweldig. Dit is wel een kans. Oh, Poku, want geen buitenspel. Dekker gooit. T. Seutjes. En levert er een kopkansje op. Ja, kopkansje voor Van Krooi. Berghuis. Sint-Juste van de bal gezet. Douw weer bijna. Berghuis geeft mee. De voorzet valt bijna in eigen doel. Oh, het gaat net goed. Zo, het is een beweging van Post. Maar laatst jaar is snel genoeg. En toch Van Krooi die hem bijna het stadion uitschiet. Daarvoor is niet zo heel veel nodig hier in Venlo, maar toch. Ze willen allebei wel. Feyenoord drukt. Dan komt er ook ruimte voor VVV. Er gaat toch nog ergens wel een doelpunt vallen. Berghuis. Ruimte voor zijn schot. Berghuis en daar moet Onderstal wel gestrekt. Oeh, die voorzet wordt niet goed verdedigd. T. Geef mee. Van Krooi. Van Krooi. En nu is daar Jones. Blijft de kampioen van de Super League ongeslagen tegen de kampioen van Nederland. Dit seizoen in de Eredivisie. Dan moeten ze het nog even volhouden. Of kunnen ze zelfs winnen? Dat kan, want hij geeft een penalty. Hij weet waar ze gaan nemen. Daar dus. 8 rechts. En 8 gaat hem nemen. Maar kan hij hem ook pakken? Nee. Leeman schuift hem heel rustig binnen. En VVV leidt. In de tweede helft hebben ze eigenlijk alleen maar verdedigd. Maar dat kunnen ze. En dan zit de wedstrijd erop. En wint VVV van Feyenoord. Door een penalty van Leemans. We weten wat we kunnen. We weten hoe we kunnen spelen. We weten ook dat we het iedere ploeg enorm lastig kunnen maken. Zelfs de topploegen. Met de manier van spelen. En ja, kijk, je merkt toch aan ploegen dat ze hier niet graag naar Venlo komen. Dat ze niet graag bij ons in het stadion willen spelen. En dat zagen wij gisteren ook weer aan Feyenoord. Dus we wisten al van tevoren dat ze het er niet op hadden. En ja, dan moet je ook met een stukje bluff en een stukje flair die wedstrijd ingaan. En dat hebben we gisteren heel goed gedaan. Veel tijd om na te genieten van de overwinning op Feyenoord was er niet. Woensdagavond stond de belangrijke uitwedstrijd tegen de nummer 14, Willem II, op het programma. De dag begon nog zo mooi voor het jarige VVV. Met een kinderfeest, met een speurtocht door de Venlose binnenstad. Daarover meer na carnaval in VVV TV. Aan het eind van de middag werd ook nog de spelersbus uitgezwaaid op weg naar Tilburg. Maar daar waren geen cadeautjes voor de 115-jarige. Iets dat ze misschien ook wel niet verdiende woensdagavond. Nee, dat denk ik niet. Ik vond het vanaf eigenlijk minuut 1 eigenlijk een hele slechte wedstrijd van onze kant. Ploeg onherkenbaar. In hetgeen waarin we eigenlijk 21 wedstrijden
geknokt hebben, veel punten verzameld hebben, veel credits gekregen. Niet alleen de laatste weken, maar eigenlijk al vanaf ronde 1 vind ik dat we die krijgen. Terecht, denk ik ook. Maar die, daar heb je gisteren geen enkele keer heb je dat laten zien. En het was gisteren maar één ploeg die ten koste van alles wilde winnen. Dat was Willem II. En dat was een pijnlijke constatering. Maar goed, ook die wedstrijden heb je er wel eens bij. Dus daar moeten we ook niet te dramatisch over doen. Maar we moeten hier wel van leren. Ja, heb je er al een verklaring voor? Nou, ik heb wel een groot gedeelte van de wedstrijd al vanmorgen vroeg teruggekeken. En daarin is de verklaring dat een aantal mensen ook gewoon heel slecht aan de wedstrijd beginnen. Zich niet eroverheen kunnen knokken. Moeite hebben om de afspraken na te komen die we met elkaar gemaakt hebben. Want het was helemaal niet zo spectaculair hoe Willem II speelde qua systeem. Hè. Die kunnen met heel veel verschillende systemen spelen. Maar eigenlijk het systeem wat ze gisteren speelden, dat ligt ons eigenlijk het beste. En daarin gingen gewoon heel veel dingen niet goed. En dan zie je dat er eigenlijk maar een aantal mensen een voldoende halen. En dan is het heel lastig om zo'n wedstrijd om te draaien. Nee, helemaal niks verdiend. Helemaal niks. Geen enkel cadeau verdiend gisteren. Zeer slechte wedstrijd. Ja, hoe komt dat? Ja, als ik dat nou eens wist, dan had ik het hier kunnen vertellen. Maar ja, alle factoren denk ik kan ik opnoemen. Het was gewoon niet best. Nee, het leek wel of jullie een collectieve off day hadden. Zo zag het eruit. Ja, zo kun je het natuurlijk best omschrijven, denk ik. Ja, iedereen... iedereen was gewoon ondermaats, vond ik. Ja, het contrast is dan natuurlijk wel heel groot na de euforie van zondag. Ja, niet veel groter contrast inderdaad. Eerst versla je de regerend landskampioen thuis. En dan ga je uit tegen Willem II kansloos en onder, ja. Ja. Het doet je wel wat als ik jou zo zie nu hier voor de camera. Ja, tuurlijk. Willem II uit, hier thuis 3-3. Ongelukkig uit verlies je dan kansloos. Aan jezelf te danken vind ik volledig. Ja, daar ben je goed chagrijnig van. Maar toch, jullie beschouwen het als een incident, neem ik aan. Ja, want als je heel het seizoen bekijkt is het na Heracles misschien. En daar hadden we vooral door misschien de scheidsrechter beter resultaat kunnen hebben. Maar hier lag het puur aan onszelf, zeg maar, en niemand anders. En dit is dan één keer in de 22 wedstrijden, ja, dat... Is een incident, als het nu niet vaker voor gaat komen, kunnen we het als een incident zien inderdaad. Ja, ik geloof ook niet dat we naast onze schoenen zijn gaan lopen naar alle euforie. En iedereen die plotseling over play-offs Europees voetbal begint te praten en al die onzin allemaal. En gelukkig heb ik dat voor de wedstrijd al getackled, ook naar mijn spelersgroep. Het belangrijkste voor ons is dat we in die wedstrijden die over waren, dat waren er 13, moesten we 5 punten halen. Nou, dat zijn er nu nog 12 en zo kijken we er nog steeds naar. En ik denk dat gisteren daar een heel duidelijk signaal van is geweest. Dat als wij niet bereid zijn alles te geven, ons aan de afspraken houden. Ook gewoon niet in de wedstrijd zitten. Hè? Wat kan, hè? Soms heb je er wel eens 1 of 2 die in de wedstrijd zitten. Maar er waren er gisteren heel veel. Ik denk eigenlijk alleen maar dat het centrale duo voldoende heeft gespeeld gisteren met Gerald en met Niels. Nou, dan moet je Gerald ook nog wisselen. Dan zit in zo'n avond. Die avond heb je erbij dat niks lukt. En dan wissel je wat in de wedstrijd. Je probeert de tactiek te veranderen. Maar dat nergens enig baat. Waarin het in de voorgaande wedstrijden wel succesvol was. Dus ja, nogmaals. Die heb je er als ploeg en als team, als staf en spelers heb je die erbij zitten. En dan moet je weer heel snel schakelen naar de volgende wedstrijd. VVV kan deze blamage snel rechtzetten, maar dat wordt geen gemakkelijke opgave. Zaterdag wacht namelijk in Alkmaar de nummer 3 AZ. Geen kansloze missie natuurlijk. Roda pakte onlangs nog een punt in Alkmaar en in Venlo bood VVV lang weerstand. AZ maakte in de koelpas in het laatste kwartier het verschil naar een ongelukkig eigen doelpunt van Suntjes. Ja, nou goed, daar haal je ook je vertrouwen uit. Hè. En dat zijn ook momentopnamen. Kijk, zij spelen is natuurlijk een heerlijke wedstrijd bij Twente die ze met 0-4 winnen. Maar ja, dan kijk je naar onze wedstrijd hier. Dan hebben ze het heel lastig gemaakt. Hè. Uiteindelijk een eigen goal die je de das om doet. En dan zie je dat Roda daar ook een punt haalt. Maar
ook in die wedstrijd had Roda ook bij rust om een 3-4 achter, 3-4-0 achter kunnen staan. Dus ja, dat is gewoon een uitstekende ploeg die uitstekend voetbal speelt. En ja, wij weten gewoon dat dat een van de lastigste uitwedstrijden van het seizoen zal worden. Maar goed, we hebben onze kranen geweerd in heel veel andere uitwedstrijden. En nou ja, we hebben gisteren een hele slechte beurt gemaakt. Dus dat, ja, ik hoop dat we dat zaterdag weer recht kunnen zetten. Die thuiswedstrijd, als je zeker een punt verdient, scoort die eigen goal. Dus ja, ik heb daar zeker wat recht te zetten. En wij als team ook na woensdag. Dus wij zullen daar wel sowieso wel anders voor de dag komen, hoop ik, dan woensdag. Ja, wat is daarvoor nodig? Ja, wat is daarvoor nodig? Alles eigenlijk, alles is voor nodig om bij AZ uit te winnen. Want het is gewoon een hele goede ploeg. Voetballend sterk, spelen aanvallend, zetten druk. Dus we hebben alles nodig om daar resultaat te halen. Het is de vraag wie er zaterdag inzetbaar zijn. Er zijn nogal wat spelers met lichte blessures. Promes, die na een half uur geblesseerd het veld moest verlaten tegen Willem II, is er zeker niet bij. Ja, dat is een hamstringblessure die hij al een keer eerder heeft gehad. En hij kreeg een duwtje in een sprintduel. En daar moeten we kijken hoe het gaat. Maar die is er voorlopig wel even uit. Ja. De andere jongens, Vito begon noodgedwongen op de bank, denk ik. Ja, nou goed, dat is ook de keuze die je maakt. Hè. Vito die last van zijn knie had een aantal hechtingen. Maar ook gisterochtend ontstoken verstandskies. Die is nu ook naar de tandarts om die kies te laten trekken. Nou, daar heb je dan mee te maken. Moreno Rutte die niet fit was. Hè, die ook niet fit genoeg was om in te brengen. Hooguit een half uur. Dus ook na de wissel met Gerald moesten we een keuze maken. Nou, je weet dat Clint en Jonathan wat klachten hadden. Dus ja, ik was ook wat dat betreft in het wisselbeleid ook enigszins beperkt. Omdat je wilt ook niet heel veel risico lopen om spelers kapot te maken. En je dadelijk weken kwijt bent. Danny Post is wel weer beschikbaar tegen AZ na zijn schorsing. Aan de laatste ontmoeting tussen AZ en VVV in Alkmaar hielden de Venlonaren geen goede herinneringen over. Voor de beker verloor VVV toen in 2015 met maar liefst 6-1. Het laatste competitietreffen verliep een stuk beter. Kullen, dan Linse. En de voorzet, Maguire, daar is hij! Daar is het doelpunt van VVV! En het is een fantastische aanval, afgerond door Maguire. Voorzitter, daar is de gelijkmaker. Het is Valkenburg die scoort. In het midden is Radoslavljevic vrij. Wildschut ziet het. Daar is Radoslavljevic. Daar is de winst voor VVV Venlo. Wat is dit een onwaarschijnlijke wedstrijd. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.